Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de snackbar, frietzaak, hoe we het noemen willen. Eens even kijken. Ja, dat kan je natuurlijk tegenwoordig alleen maar afhalen, maar... Kijk, ik hang wel voor het raam gewoon netjes. Dus je zou toch verwachten dat ze denken van, Jeroen komt even langs. Maar dan staat hier gesloten en eens even kijken, het is zaterdag en dan gaan ze pas om 3:30 open. Ja, en om 3:30 ben ik hier niet meer, want ik was hier al vanmorgen heel erg vroeg. Eens even kijken wat ze allemaal zeggen. Alleen afvallen, kom bij voorkeur alleen. Bestel online telefonisch van de kassa. Heeft u online of telefonisch besteld, meld u dan even bij de kassa. Betaal zoveel mogelijk met PIN. Nou, dat komt goed uit. Want de pinpas heb ik, dus betalen met pin, dat kan ik. Weet je wat ik zo ga doen? Ik denk dat ik gewoon even dat telefoonnummer ga bellen. Dan ga ik €25 pinnen. En daar doe ik dan een tegoedbon voor. En dan zorg ik dat die tegoedbon bij iemand hier uit Roosendaal terechtkomt. Die in winkelcentrum Tolberg is. En die kan dan gewoon lekker een afvalmaaltijd gaan halen bij dit leuke cafetaria. En ik zit te kijken hoe ze heten, maar ik kan geen naam ontdekken. Ja, Rob? Nee, hè? Geen naam te ontdekken. Van even kijken of ik het binnen kan zien. Nou, Cafetaria Tolberg. Kijk, als je door het raam heen kijkt. Dat hadden we kunnen verzinnen natuurlijk. Nou, de menukaart Cafetaria Tolberg staat op tafel. Ik ga €25 pinnen. Dan zorg dat die cadeaubon hier komt. Ik ga eens even denken hoe ik dat ga regelen. Maar het komt goed. Het komt goed. Ja, en je wil het niet geloven, maar volgens mij... Tadaa! De deur gaat open, wat leuk. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie zijn nog gesloten, ja, hè? Eigenlijk. Dat klopt. Ja. Dan heb ik een gekke vraag. Zou ik misschien voor €25 kunnen pinnen dat jij opschrijft dat ik dat aan iemand buiten kan geven, dat ze dan vanmiddag hier wat eten kunnen komen halen? Dat vind ik een prima idee, maar ik moet de kassen dan even aanzetten. Nou, doe rustig aan, wacht even. Dan gaan we even kijken wat voor lekkers jullie allemaal hebben. Kijk, een lekkere frikantel of een bami-hapje en een berenklauw zie ik. En een grove frikandel. Kijk, alles wordt vers neergelegd. De kipcorners, volgens mij. Ja, hè? Oh. Een lekkere hamburger. Je krijgt er gewoon trek van, hè, als je dat zo ziet. En ook alles helemaal netjes coronaproof. Kijk, de schermen hangen. En daar is de kassa waar je kan bestellen. Nou. En, heel belangrijk, ook de desinfectie. Zeker, hè? Dus, ja, dat moet hè, in deze tijd. Nou, weet je, je kan ze niet genoeg desinfecteren, dus ik doe het nog even eens een keertje. Ik heb nog nooit zoveel keer elke winkel wel lekker hoor. En ze ruiken ook allemaal anders. Klopt, ja. Ja. Kijk, alles moet voor mij opgestart worden, want ze gaan eigenlijk pas om 3:30 open. Met de pin, ogenblikje geduld en de kassa. Ja. Maar het komt goed en dan gaan we zo meteen eens op straat kijken wie we blij kunnen maken. Ik heb iets leuks, want ik heb een spaarkaart. En ja? Dan zet ik hier gewoon €25 op. Ja. En dan kunt u dit gewoon weggeven aan iemand. Nou, je kunt gewoon iemand blij mee maken. Nou, hartstikke leuk. Ja? Weet je wat? Zullen we er 2 van 25 doen? Dan ga ik 2 mensen blij maken. Toch? Vind je het niet een goed idee? Dan kunnen ze die gewoon bij ons inwisselen. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou, dan zou ik zeggen heel erg bedankt. Sterkte in deze tijd, maar ik denk dat een hoop mensen wat afkomen halen, want iedereen wil lekker thuis wat eten, toch? Ja, en jullie mogen gelukkig nog open blijven, hè? Ja, we mogen gelukkig nog open blijven, dus daar zijn we heel blij mee. Nou, goede zaken en dankjewel. En wij gaan naar buiten om iemand blij te maken. Hallo, goedemiddag, mag ik u wat vragen? Heeft u zin om vanavond zelf te koken? Of zegt u van, nou, ik vind het wel lekker als ik even wat af kan halen? Wij halen vanavond wat af, ja. Nou, kijk eens, dan ga ik u een pas geven. Van €25 namens alle ondernemers. Ja. We zijn namelijk vandaag aan het pinnen, maar de zaak achter ons, het cafetaria is nog niet open. Nee. Die gaan pas om 3:30 open, maar ik heb wel 2 cadeaubonnen gepind. Dus jullie kunnen vanavond gewoon lekker voor €25 gaan halen daar. Hier gaan halen? Ja, hier gaan halen bij het cafetaria. Okay. Maar het mag ook overmorgen of volgende week, dat maakt niet uit. Dat is geen grap. Dat is geen grap, dat is namens... Wij heten namelijk Wij Pinnen Voor U en we zijn hier van het winkelcentrum Tolberg. En we mogen vandaag mensen overvallen. Leuk. Ja? Nou, super. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk en heel veel plezier. En het is geen grap, dus geniet ervan. Ja? Oké, tot ziens. Dag. Nou, ik heb nog zo'n pasje van €25 van Cafetaria Tolberg.
En ik heb daar iemand gezien met een heel klein mannetje. We gaan kijken of we die blij kunnen maken. En die staat te kijken bij de kaartenmolen. Hallo, goedemiddag. Hallo, niet schrik hoor. Ik ben van winkelcentrum Tolberg en we zijn vandaag mensen aan het verrassen. Nou ben ik net geweest bij Cafetaria Tolberg, maar die zijn nog gesloten. Die gaan pas om 3:30 open. Wat heb ik gedaan? Ik heb een cadeaukaart gekocht voor 25 euro. En ik dacht van nou, als jullie nou een keer geen zin hebben om te koken of zin hebben in een lekker frietje, dan kan je dit pasje meenemen en je hoeft het ook niet in één keer op te maken. Dus je kan ook zeggen van nou, ik haal 2 frietjes. En de rest, dat zetten ze er weer op en dan kan je de volgende keer gebruiken. En we dachten, nou misschien vindt u dat wel heel erg leuk namens alle winkeliers. Kijk eens. Dankjewel. Alsjeblieft, lust jij ook graag frietjes? Ja. Ja, nou, dat is dan geregeld. Dan krijg jij lekkere frietjes vandaag. Nou, dan doen we dat volgende week. Volgende week, dat mag ook, want vanavond is het eten al in huis natuurlijk. Ja, maar ik zei, volgende week komen wij weer naar huis. Oh, oké. Op de camping. Ja. En daar komen we weer gewoon thuis wonen. Ja, nou, hartstikke goed. Dan heb ik een mooie reden om te vieren, zeg maar, dat we met z'n allen weer thuis zijn. Nou, kijk eens aan. Heb je allemaal lekkere frietje en een leuke maaltijd. Ja. Nou, eet smakelijk vast volgende week. Dank en veel wel. Plezier nog even op de camping. En tot ziens, hè. Doeg. Goed zo, doei.